Goedendag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van de Win 2019 de Career Mode. We gaan verder in Bahrein, ronde nummer 2 van het kampioenschap, aflevering 24. Als je de vorige aflevering gemist hebt, zal ik die eerst even terugkijken wat je deze kunt zien. Wil je meer afleveringen van de Win 2019 de Career Mode? Dan gewoon op de neerklop, schakel ik erbij, dus op alles als er enkele video van mij is. Bahrain qualifying is nearly upon us and the drivers look as if they're all geared up to go. I expect we'll be getting underway very shortly. And as we wait, poised for the start of what will hopefully be a thrilling qualifying, why don't you tell us, Anthony Davidson, about the things you can do to really get the most out of a car in a session like this? Well, you're largely limited by the Parc Fermé regulations, of course. Back in the old days, pre-2004, you'd work on both a qualifying setup and a race setup over practice, and then swap them over after qualifying. So the race car was quite different at times to the qualifying car. Nowadays though, you have to find a compromise that works for both. There are a few things that you can still adjust during the session, such as the differential, the brake bias, and the front wing angle, but that's about it. So it's more about optimizing what you do have and adapting your own style to suit the track conditions. Nou, we zijn dus aanbeland bij de auto voor de kwalificatie voor de Grote Prijs van Bahrein. Dan gaan we gewoon kijken wat ik ga opbrengen hier. Of we erbij zitten voor de pole position. Of nou juist net weer niet. We zullen zien. We zijn er in ieder geval klaar voor. Er gaan al een paar mensen naar buiten, hoor ik. En wij zullen zo meteen ook naar buiten gaan voor onze eerste outlap in de kwalificatie. Ik ben ook benieuwd waar teammaatje Nico Hulkenberg dan komt te staan. Of die het ook haalt in door Q1 heen te komen. Setup hebben we naar maximum speed gezet. Een Mercedes is er ook aan, hoor ik. Dus gaan meerdere auto's naar buiten. We zijn dus ook bezig aan outlap, terwijl het nu over start finish heen rijden. En we gaan dus kijken wat deze ronde dus voor ons gaat opbrengen. Of het een goede ronde is. Bahrein vind ik altijd een van mijn favoriete circuits die er is. Terwijl Verstappen een 1.30.3 laat noteren. En onszelf naar een 1.29.8. 15e sneller, als ik dat goed zeg. Gasly naar 3 in zijn Haas. En we gaan na dit rondje gewoon naar binnen. Ja, bijna 3/10 sneller dan George Russell. Russell naar 2. Hulkenberg naar 6. En iemand is snel in de sector 2. Bottas snel. De medium. De uitslag van Q1. Bottas naar 1. Zelf naar 4. En Weber 2. Hamilton 3. En Hulkenberg door naar Q2. Opvallend dat Bottas een tijd op de medium band heeft gezet. En dat is aanbeland bij Q2. En ik ga dus proberen of deze tijd, denk ik, goed genoeg is voor door te gaan naar Q3. Dus we gaan dus nu op de miniband de tijd in Q2 rijden. Ben ik benieuwd wat Nico Hulkenberg dan gaat doen. Want die moet er ook bij komen. Dat zou wel moeten. Oh, oh. Was er even krapjes met Lewis Hamilton volgens mij. Moet er even afremmen. Volgens mij ging hij naar de medium band, als ik dat goed zeg. Hamilton naar de, kan ik zo niet zien. Ik kan niet zien welke band hij rijdt. Medium band volgens mij. We laten hier even wat ruimte ten opzichte van Lewis Hamilton, zodat we niet in zijn vuile lucht rijden. Dat we daar dus geen last van hebben. Geel in sector 3, dat komt vanwege mij natuurlijk. Die er even langzaam reed. En we gaan nu over het finish. En we gaan kijken wat de ronde in Q2 gaat opbrengen op de medium band. Trap met Hamilton is goed. Hamilton met een 1.30.2. Onszelf naar een 1.30.5. Op 2/10. Voor Vettel. Dus Hamilton, onszelf
en Vettel allebei op de mediumband. Dus de top 3 start eigenlijk nu op de mediumband, maar kijk even naar de werkelijkheid, naar P8 verwezen. Want Hülkenberg is sneller dan ons gegaan en ik heb dus besloten om naar de softband te gaan. En dan dus gaan kijken wat dat dan gaat worden. Met nog 8 minuten te gaan. Inmiddels de motoren weer gestart en we gaan eigenlijk wagen voor onze laatste run in Q2. Om dan proberen om door te stoten naar Q3. We staan op dit moment op P9. Nu op de soft, maar de tijd heb ik op de miniband gezet. En ik wou het gokje niet wagen, dus ik heb besloten ook gewoon om naar de softband te gaan. Misschien kunnen we wat verder omhoog, bijvoorbeeld P5, P6 of zelfs P4. We zullen zien. Middels over de startlinie is heen gekomen, de tijd begint nu weer te lopen voor ons. 1 minuut resterend. En Hamilton is binnengebleven. We zitten in het groen bij de Delta. Goed nieuws voor ons, slecht nieuws voor de tegenstanders. Bijna een tiende. Kijk, paars in sector 1, groen in sector 2. We zijn op dit moment bezig naar P10. Raikkonen in zijn haast kan hij nog gevaar zorgen. We komen over tijd finish. En we zijn door naar Q3 op P6. Dit was gewoon voor de veiligheid. Nou, de uitslag van Q2, Bottas, Hamilton en Weber maken de top 3 compleet. Weber die zit er goed bij, 2/10 verschil. Inmiddels aanbeland bij Q3 en ik heb besloten om er direct uit te gaan. Zodat we een vrije baan hebben, zodat we ook verse lucht hebben ook. Geen vuile lucht van de auto's voor ons. Dus ja. Volgens mij is ook een Ferrari op de baan op. Ik denk dat dat Sebastian Vettel is. Ik weet het niet zeker. Maar we zullen dus zien wat deze ronde in Q3 voor ons gaat opbrengen. We kunnen meestrijden voor de pole position. Dus over start finish en we gaan dus een tijd laten noteren. Iedereen is nu naar buiten, zie ik op de map. Je kan je linksonder in beeld zien. DRS hier voor de tweede keer geopend. De Leclerc met een 1.29.5. Onszelf naar een 1.29.0. Op dit moment pole position. Nog 6 minuten te gaan en we hebben nog steeds pole hoor. Op het tiende van Lewis. Dus het is spannend. We gaan er weer uit om onze pole position te verdedigen. En als we deze goed verdedigen, dan hebben wij uitstekende kans voor de overwinning. Want de Alfa Romeo is heel snel op het lange rechte stuk. De downforce bij deze auto is enorm goed. Dus wij zijn goed in de bochten en op het lange rechte stuk. Ja, dus over start-finish nog steeds op voorlopige pole position met nog een paar seconden op de klok. Leclerc naar 3. Hoppatee, weer in het groen zie ik. En we moeten nu gewoon gaan stampen. We moeten gaan stampen ten opzichte van Lewis Hamilton. Inmiddels over start-finish heen gekomen. En volgens mij heeft Hamilton de tijd verbeterd. Ja hoor, Hamilton heeft zijn tijd verbeterd. Dat betekent dat wij niet van pole position starten. Maar dat we van plek 2 beginnen op een tiende. Nou, een goede kwalificatie. Hamilton pakt de pole voor ons en Charles Leclerc. Hulkenberg naar 10 en Giovinazzi naar 8. Goed gedaan van de Italiaan. De resultaten van de kwalificatie. Winnen van Nico Hulkenberg, winnen van Sergio Perez. Altijd goed. De resource points zijn er best wel veel upgrades aan de auto. Want in China komen een paar upgrades. Hopelijk dat die doorgaan.
Dan moeten we nog dichter bij de top zien te winnen, want we zitten nu in de subtop. Reputatie is gewoon gelijk gebleven. Bij Alfa Romeo is hij wat gestegen. Ik heb naar een veteran sportsman toe. Emma heeft nog iets te zeggen volgens mij. Nee, dankjewel Emma. De mail nog even checken. Nou, geen regen, dus dat wordt mooi. En dan gaan we dus kijken wat het gaat opbrengen in Bahrein. Voor de grote prijs van Bahrein natuurlijk. En dan gaan we kijken of we kunnen meeschrijven voor de overwinning. We gaan het zien. There's something in the Bahrain air tonight, and I'm not just talking about the sand. Our brightest minds have thrust their brightest ideas into the spotlight of the Sakhir circuit this evening as we look ahead once more to a Grand Prix that has thrilled us so consistently in the past. We go racing today around 3.36 miles of the magnificent Bahrain International Circuit, with 15 corners and two good passing opportunities into turns 1 and 4. Keep an eye out for drivers locking the front left tyre into the tricky braking zone of turn 10. Joining me for today's race once again is Anthony Davidson. Let me ask you about Renault. We have a number of changes to the aerodynamic regulations this year, and the signs haven't looked good for them so far in terms of getting to grips with those changes. There are a few downcast looks within the team this weekend. I think they've been hit fairly hard by the new regs, but this is only the first step down a long road of development, and even if they don't maximise their points today, there are plenty more up for grabs this season. Nou, de startopstelling voor de Grote Prijs van Bahrein met Lewis Hamilton dus op pole position. Onszelf naar P2, helaas geen pole, maar misschien kunnen we misschien nou weer de pole pakken, hoop ik. De Leclerc naar 3, Bottas naar 4, Verstappen naar 5, Vettel naar 6, slecht voor de Duitse, Weber 7, Giovinazzi 8, Russell 9 en teammaatje Hulkenberg maar de top 10 compleet. Raikkonen 11, Sainz 12, Ricciardo 13, Perez 14, Gasly Albon 15 en 16, Stroll en Butler 17 en 18. Magnussen en Grosjean sluiten zijn plek achteraan voor McLaren. Nou, Jeff adviseert ons om weer voor de puntenfinish te gaan. Net als de vorige race. En we gaan dus kijken of dat ook gaat worden. Want de lampen zijn officieel aan voor de grote race van Bahrein. Career aflevering 24. En we zijn onderweg. En we komen niet zo lekker weg. Want ik zag er gelijk dat Lewis Hamilton een beter weg was. Meer reactie mogen dan de Brit. En Leclerc is naar 2 gegaan. Bottas naar 3. Maar we remmen hier laat. We moeten uitkijken voor Lewis Hamilton. Dat we de voorvleugel niet beschadigen van ons auto. En de achtergrond van Lewis Hamilton. Iedereen heel huis door bocht 1 heel gekomen. Ja, geen problemen zie ik. En we hebben plek 2 vast kunnen houden. En nu kunnen we een aanval gaan wagen ten opzichte van Lewis Hamilton. De start hebben we nu gehad. Het gaat naar Hamilton 3/10. Het gaat naar Bottas 15. We rijden wat weg van de Finn. Ik dacht we keken daar even, maar helaas net niet. Van de buitenkant gepakt. Middels over startfinish is Hamilton met een 1.33.5. Snel, ontzettend naar een 1.33.9. En we kunnen kijken of we hier de Brit uit kunnen remmen. En we raken niet de Brit, maar we raken curbs. Oh, we schieten wel een klein beetje door. En het is P1, want we duwen Hamilton daar gewoon van de baan. En we hebben de leiding gepakt in Bahrein. En nu moeten we proberen dat vast te houden. Maar daar komt Hamilton met de tegenaanval. Oeh, Hamilton duwt hier ons gewoon van de baan, net als in Bahrein. En Bottas zit hier ook te kijken. We stappen snel. We zitten naast Hamilton Russell met een 1.32.9. Laat de remactie van ons en dat is P1. We schieten we dan een klein beetje door. Het is nu druk geworden achter ons. En Hamilton heeft hier volgens mij weer DRS. Hamilton rijdt naar ons toe. En daar zit Hamilton aan de binnenkant. Oeh, dat is net geen spin van de Brit. We raakten elkaar daar wel eventjes. Groen is sector 1. Persoonlijke verbetering, overstart finish. Hebben we de snelste race gezet in 32.6. Het gat naar Hamilton is 1.8. We moeten eerst gaan besparen. Dus dit is wat nadelig voor ons en voordelig voor Lewis Hamilton. Die kan hier weer naar ons toe rijden. Ronde nummer 4. Nog steeds de leiding.
Inmiddels ronde nummer 6. Het gaat hard met de ronde. En komt daar Lewis Hamilton met de aanval? Nee, hij zit te ver weg. Net als in Australië, maar toen zat de Bottas te ver weg. En we zijn dus benieuwd wat, of ik ben benieuwd, of jullie zijn benieuwd wat Lewis Hamilton hier gaat doen. Rood in sector 1 en 2. We gaan na deze ronde naar binnen. En durft Hamilton hem hier na te zetten of gaat hij ook met ons mee naar binnen? Dat is de vraag. Hamilton duikt mee met ons. Oh nee. Hamilton is er voorbij. En wij zelf gaan ook nog een ronde langer door. Hamilton naar de leiding. Oh, pata aan de binnenkant bij de Brit. En het is weer de leiding veroverd. Een kat en muisspel met Lewis Hamilton. Geweldig dit. Ronde nummer 7. En we gaan naar deze ronde naar binnen. Bottas en Ferrari en de McLaren zijn naar binnen. Oh, we schieten een klein beetje door op de curbstones. En het is Leclerc die ook naar binnen is geweest. En we gaan nu naar binnen naar deze ronde. Ronde nummer 7. Nog steeds de snelste race ronde in handen van ons. Rood in sector 2. Gaat naar Hamilton in 16e. Dat wordt spannend bij de pitstops. Oké, Jeff, als je zit om naar binnen te gaan en niet te snel gaan bij de pitstop. Medium banden dus voor ons en we gaan naar binnen voor onze laatste stop in ronde nummer 8. Hopelijk dat we een goede stop kunnen maken van de Alpha Pitboys. Raikkonen nu aan de leiding. 2.5, lange stop. Oeh, en dat was een unsafe release. Dat was een unsafe release. Hulkenberg naar binnen en Hamilton is ons gepasseerd. Kijk, Verstappen ook hoor. En Hamilton bij Verstappen. Dat gaat nog maar net goed. En Hamilton wordt daar gewoon de cursus opgeduwd door Max Verstappen. Oeh, we moeten daar liften, anders raakten we daar Lewis Hamilton. Maar Hamilton krijgt het moeilijk met Max. Dat weet ik nu al. We zijn wel achter Vettel. Voor Vettel beland. Wat goed is. Met nog 6 ronden te gaan. Het is hier een treintje aan het vormen. En misschien kunnen we hier Hamilton al passeren. De vraag is, dat doen we dus ook. We passeren Hamilton. En het is P8. Weet wel dat een paar jongens nog voor ons nog wel naar binnen moeten. Kijk eens aan, Grosjean aan de buitenkant bij Grosjean. Lukt helaas net niet. We moesten daar liften, anders raakten we Grosjean. En schoten gewoon van de baan. Verstappen zit daar bij Stroll en onszelf zit hier bij Romain Grosjean in zijn McLaren. En het is P7. Stroll en Verstappen hebben het bij elkaar aan de stok. En heel veel jongens gaan nu naar binnen. Kijk, Stroll en Magnussen gaan naar binnen. En nu hebben wij hier slipstream van Verstappen. Voor P2. En nu kunnen we naar Valtteri Bottas rijden. Want Valtteri Bottas is al in zicht. En ik denk dat we daar gewoon de leiding gaan pakken van de Finn. En als we die pakken, dan nemen we ook het leiding van het kampioenschap over van Lewis Hamilton. Oeh, aan de buitenkant bij de Finn. Nee, helaas, we zitten te ver. We hadden te meer snelheid. Te veel snelheid. Paas in sector 1. 3/10 verschil met Valtteri Bottas, 4/10 met Max Verstappen. Lange rechte stuk, DRS geopend, snelste race ronde voor ons met 1.31.7. Bottas is gezien. En het is de leiding veroverd. En nu moeten we proberen met nog 500 te gaan, deze leiding niet meer uit handen geven. Vraag is, doen we dat ook? Doen we dat ook? Ik hoop het niet. Sorry voor de voice crack. Ik hoop niet dat het erg is, terwijl Bottas hier met een tegenaanval komt. En hij heeft de leiding weer veroverd. Oh ja, we schoten er weer knepen daar de bocht af. Kijk eens aan, we zitten heel dicht bij Valtteri Bottas. In de achterbak van de Finn. Weer DRS. En het is weer de leiding veroverd. Verstappen komt ook dichterbij. En wat ik nu doe is Verstappen even een toog geven. Ronde nummer 11. Nog 4 ronden te gaan. Dan zit deze wedstrijd dan er alweer op. Het gaat hard met de honden. Het gaat niet hard met de tijden. Want dan komt er dat we eerst moeten besparen.
Middels ronde nummer 12 is ingegaan. Bottas komt met de aanval, maar zet hij niet door. Bottas zet hem niet door. Interessant. We sparen Urs. En kijk, een heel treintje vormt achter ons. Ook George Russell is naar ons toegereden. Naar het treintje toegereden. Ronde nummer 12. Met nog 300 te gaan in deze wedstrijd. Dat is ronde nummer 13. In de laatste ronde loopt. Bottas komt met de aanval voor de leiding. Hij is ernaast. Maar we remmen net wat later dan de Finn. En nog steeds de leiding in handen van ons. Raar dat Bottas het niet volhoudt. Maar er wel een klein beetje wielspin. Zo er wel een klein beetje door. Tenminste wel wat moeite met de tractie namelijk. Ronde nummer 13. Nog 200 te gaan. De Ferrari van Sebastian Vettel of Charles Leclerc is dichterbij gekomen. Rood in sector 1. Wat ik nu gewoon doe is de boel een beetje ophouden. Dat ik de maximale score kan halen. En dat mag gewoon. Ik mag het race tempo bepalen in deze race. Ik ben de leider in de wedstrijd. En ik wil graag die 100% score hier in Bahrein. 26 punten die je kan halen. En die zijn ook voor mij. Hier het tweede DRS gedeelte voor Valtteri Bottas. We gebruiken alle urs en fuel die we hebben. Laatste ronde loopt inmiddels voor de grootte van Bahrein. Bottas zit met een aanval. Helaas zit Bottas weer te ver. Net als in Bahrein zit Bottas weer te ver. Banden zien er nog goed uit. Laatste ronde loopt inmiddels. Rood in sector 1. Hier, lang recht stuk. Bottas kan hier nog een aanval wagen voor de wedstrijd. En we zien Bottas dichterbij komen. We verdedigen de binnenkant. Bottas! Doet een aanval, maar wij verdedigen hem knap af. Wij winnen dus de grootste van Bahrein en pakken ook gelijk kampioenschap van Lewis Hamilton. Dit was een uitstekende wedstrijd en ik ben hier super blij mee. En dit is een stap naar de wereldtitel. Brilliant stuff from Alfa Romeo today. What a superb victory. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? Well, I know it's a bit of a boring answer, but the truth is they simply had the best speed package on the day, and a driver who knows how to take advantage of that. It doesn't matter how much time you spend poring over the stats and planning strategies if you can't keep the pace, and our winner today showed they could do both. Alfa Romeo Racing in the number one spot on the podium today. A thrilling race and an excellent result for this team, who've never stopped fighting for that top step. Nou, de uitslag, wij winnen dus grote prijs, pak ook even snel het race op. De 26 minuten totaal, Bottas 2 en Verstappen en 3, 2 Nederlandse podium, altijd feest. Hamilton 4, Vettel 5, Hebe 6, Leclerc 7, Giovinazzi 8, Russell 9 en Raikkonen 10. Dat is dus de top 10 en Hulkenberg naar P18. We nemen de leiding over van Lewis Hamilton met 3 punten verschil en we klimmen richting Mercedes bij de constructeurs. Red Bull klimt ook omhoog. Een 3 punten verschil met Lewis Hamilton. En hopen dat we dat in China kunnen uitbreiden naar een stuk of 4 of 5, 6, 7, 8. En dan gaan we nu gewoon door naar de interview. Amazing performance out there. I'm sure you're pretty happy with that. How are you feeling after that win? Ja, super. Ik kan het gewoon niet voorspellen en we nemen ook gelijk WK-klassement over. Briljante race, niet normaal. En het team deed gewoon een fantastische job. Looking up after last week, aren't they? Ik weet niet wat je daarmee bedoelt, want in Australië zaten we er ook ongeveer bij. We hadden daar P3 gehaald, dus ik weet niet wat je zegt, Claire. Your team must be ecstatic with how you're performing. Ja, twee podiumplekken op een rij. Ik denk dat dit niet een beter begin had kunnen worden in seizoen 2. It wasn't the cleanest race. Nee, klopt. Ik had wat moeite met Hamilton die mij gewoon van de baan duwde, dus ik vond dat niet zo fijn. Great. Well,
Well, that's nou, dankjewel Claire, dankjewel cameraman, we gaan dus gewoon door naar de resultaten van de rivaliteit. We winnen ten opzichte van ons teammaat Nico Hoeken met winnen ten opzichte van Sergio Perez. De resource points na elk weekend worden die weggegeven voor de upgrades aan de auto. In China komt volgens mij ook een upgrade. Twee kleine en één grote upgrade. Dus dat wordt spannend. Dat we dichter bij de top 3 kunnen zitten. Er zijn er best wel veel. Team goal is behaald. De reputatie is gelijk gebleven met de teams en met mijn huidige team. Ik ging naar een veteran en een sportsmanship toe. Emma heeft het volgens mij te zeggen. Well done. Keep pushing like this for the rest of the season. Nou, dankjewel Emma. En hier zie je dus Carl die nog even te zeggen heeft. Nou, dit was het voor jullie mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Als je genoten hebt, beloon het met een like. Wil je meer afleveringen zien van de WN 2019 Primoed voor wekelijkse video's? Abonneer dan op mijn kanaal en schakel dan gelijk het belletje in, zodat je geen enkele video meer van mij hoeft te missen. Volg me regel op de social media, Instagram, Twitter of Facebook. Links zijn in de beschrijving. Reageer wat er beter kan nog worden in deze video. Of zou je zeggen, hey, toffe video. Gewoon reageren. Spam de comments gewoon vol. Dan zou ik zeggen, een fijne dag verder. En tot ziens. Tot de volgende keer bij WN 2019 Primoed. Gaan we verder in China.